Bouter, hoe kijk je terug op dit seizoen? Nou, als je dat in één woord zou moeten samenvatten, is het onrustig geweest. Het is een onrustig seizoen geweest. Allereerst het belangrijkste aan de voetbalkant. We hebben dit jaar eigenlijk bijna niet met de belangrijkste hoofdrolspelers, en dan bedoel ik even directie en technische staf, uit één mond kunnen praten. Met name veel discussie gehad intern, maar daardoor ook wel eens extern over de samenstelling van de selectie, over de doelstelling. Ondanks dat hebben we denk ik heel lang naar behoren gedaan. We wisten dat we een bepaald risico namen door heel laat in de transferwindow nog twee spelers te gaan verkopen. Dat was cruciaal voor de club, want daarom hebben we uiteindelijk ook het investeringsfonds af kunnen lossen. We hebben daarna ook aangegeven, geven tijd. Nou, dat zag je terug, vond ik, in uiteindelijk de eerste seizoen zelf. Die je kan omschrijven als zoekende, waar je uiteindelijk wel een stijgende lijn zag. Maar we stonden gewoon in de winterstop op een plek die dichter bij de onderkant was dan bij de bovenkant. Nou, na de winterstop vind ik echt dat wij drie hele goede maanden hebben gedraaid. En hebben onszelf eigenlijk een hele goede uitgangspositie verschaft. Door na 27 wedstrijden al op 36 punten te staan. Kregen we Ajax thuis. Haalde denk ik een heel behoorlijk niveau, gaven vlak voor rust de voorsprong weg, die uiteindelijk wel het wedstrijdbeeld bepaalde. Alleen daarna, de zes wedstrijden die daarna zijn gekomen, die waren gewoon slecht. Veel individuele fouten zaten erin. We hadden ook weer moeite om uiteindelijk het spel te maken tegen tegenstanders van het gelijk niveau, of op papier zelfs wat minder. En dat je uiteindelijk dan op een 12e plek eindigt met 36 punten, ja, geeft aan dat het op voetbalniveau op dit gewoon een mislukt seizoen is geweest. Want wij vinden dat Groningen gewoon de play-offs moet halen, en dat had er dit seizoen ook absoluut ingezeten. We willen samen naar de grote markt. Het beleidsplan is daar ook op gebaseerd. Hoe heb je naar jouw gevoel de beleidsplannen kunnen doorvoeren dit seizoen? Nee, je gaat kijken naar uiteindelijk dan het totaalbeeldje. En onrust is niet alleen iets wat aan de voetbalkant zich heeft afgespeeld. We hebben ook dit jaar weer last gehad van bijvoorbeeld corona. Een aantal maanden stadion dicht geweest, supporters, sponsors die weer een wedstrijd hebben moeten missen, die ons wederom trouwens weer geholpen hebben, waardoor we ook door de steun van de overheid daar weer hartstikke goed doorheen zijn gekomen. We hebben te maken gehad met een faillissement van de hoofdsponsor, waarin we midden in het seizoen geconfronteerd werden met een groot tekort van bijna een miljoen. Nou, ook daar denk ik dat we goed op hebben geanticipeerd. We hebben echt een fantastische nieuwe hoofdsponsor gevonden met OG. Een partij die betrokken is bij de club, al langer betrokken is bij de club, maar die vooral ook staat voor een stuk duurzaamheid, waar deze regio ook steeds meer zich gelukkig gaat profileren. Dus ik denk dat we daar wel weer de stappen hebben gemaakt om uiteindelijk weer dichter bij de grote markt te gaan komen. Want de ambitie gaat aankomend jaar wel zijn dat we steeds hoger gaan eindigen op de ranglijst. We gaan meer budget krijgen, de omzet zal gaan groeien, waardoor we uiteindelijk meer aan voetbal uit kunnen gaan geven. Dus we hebben de voorwaarden absoluut goed gecreëerd. Alleen op de korte termijn hebben we daar dit jaar niet de resultaten bijgehaald, want we zijn 12e geworden. Dan even over de organisatie. Er zijn een aantal mensen weggegaan die hier al heel lang zaten. Hoe kijk je daarop terug? Ook als onrustig, dat past ook bij dit seizoen. En dan praat je natuurlijk met name over Paul Matthijs en Edwin Bolt. Waarbij we bij Paul ook nog gewoon een fout hebben gemaakt in de communicatie. Dat hadden we veel beter moeten doen. Alleen ja, uiteindelijk wil je met deze organisatie, met deze club, wil je naar de grote markt toe. En daar passen mensen bij, of soms passen daar mensen niet bij. En ik snap dat in de buitenwereld het gevoelig ligt als mensen hier heel lang werken en dat we afscheid moeten nemen. Alleen je moet niet meer alleen kijken naar hoe lang iemand werkt, maar met name waar willen we naartoe en draagt iemand daarin nog wel het juiste bij. In elke organisatie gaan er mensen weg. Dat is heel gezond. Zeker als je praat over een bedrijf waar meer dan 100 mensen werken. Er zitten hier ook al mensen wat langer of in een functie die na een aantal jaar wat minder uitdagend is. En dan is het heel gezond dat je gewoon voor jezelf kiest en dat je eens een keer ergens anders gaat kijken. En dat kan binnen bedrijf zijn of buiten bedrijf. Maar ik ben daar eigenlijk wel hartstikke tevreden over. Want uiteindelijk, nieuwe mensen geven weer nieuwe inzichten. Maar uiteindelijk wil je ook een bepaalde vastigheid hebben om weer door te gaan bouwen. Nou, die zitten op dit moment gewoon hartstikke goed in. Dit jaar, natuurlijk ook jubileumjaar, zou niet in het teken moeten staan van onrust, maar juist in het vieren. Hoe heb jij dat ervaren, het jubileumjaar? Nee, ik heb het wel gezien als vieren, hè, omdat je ook gewoon moet kijken naar de dingen die uiteindelijk wel heel goed zijn gegaan. Hè. We weten allemaal de eerste dag nog van het jubileum, wat we toen al uiteindelijk wat 's avonds in de stad is gevierd, maar wat uiteindelijk voor ons hier natuurlijk mooi was met de onthulling van het standbeeld van Martin Koeman.
Ik denk dat we het jubileumjaar ook wel echt terug kunnen zien als het jaar waarin de Noordtribune definitief naam heeft gemaakt in het stadion. Ondanks alle tegenslagen op het eind hebben we vanaf het begin tot eind steun gevoeld. Hij was heel vaak uitverkocht. 90 minuten lang heb je ze kunnen horen, waardoor er ook een enorme sfeer in het stadion is gekomen. Dus ik denk dat dat ook echt iets wat bij moet blijven vanuit het jubileumjaar. We hebben een hele toffe samenwerking gehad nog met Kraantje Papi dit jaar, wat succesvol is geweest. Het jubileumshirt van Piet Fransen wat heeft aangeslagen. Dus we hebben tijdens het jubileumjaar natuurlijk wel ook een aantal hele mooie dingen beleefd. Alleen de buitenwereld, zo werkt het nou eenmaal in de voetbalwereld, je kan alleen maar winnen of verliezen. Die zal kijken naar uiteindelijk waar ben je geëindigd op de ranglijst, 12e, niet goed gedaan. En dan kan je naar de directie kijken, want uiteindelijk ben ik daar eindverantwoordelijk voor. Wat staat er de komende weken op het programma? Voor ons breekt eigenlijk een hele drukke periode aan. We zijn volop bezig met onze seizoenkaartcampagne. We zijn volop bezig met onze zakelijke campagne om uiteindelijk aan die kant weer te gaan groeien. 3 juni hebben we onze vrijwilligersavond, waar we een aantal vrijwilligers ook in het zonnetje gaan zetten. En ze bedanken voor de steun die we ook weer afgelopen jaar hebben gehad. Nou, we hopen natuurlijk dat die groep aankomend jaar ook weer gaat groeien. Ja, en dan uiteindelijk gaat de blik echt op volgend seizoen. 14 juli zullen we Frank Wormoed gaan presenteren als onze nieuwe trainer. En 15 juni, en ik hoop dat dat een nieuwe traditie gaat worden, gaan we ook eigenlijk ons jubileumjaar afsluiten. Maar kijken we vooral met een startbijeenkomst uit naar het nieuwe seizoen. Waarin we onze plannen weer gaan uitleggen voor het komend seizoen. De doelstellingen weg gaan leggen voor volgend seizoen. En dan gaat de voorbereiding beginnen. Over die voorbereiding, daar zullen we binnenkort ook nieuws over te brengen hebben. Maar ik kan alvast wel melden dat het een intensieve voorbereiding wordt met heel veel wedstrijden. En ook heel veel wedstrijden in de regio. Dus voor iedereen is er echt kans om... om het nieuwe team met de nieuwe technische staf vaak live te zien. En daar kijken we eigenlijk best wel naar uit. Wat is je laatste boodschap? Misschien gek, maar ik wil toch nog dankjewel tegen iedereen zeggen. Ondanks dat het een heel onstuimig en onrustig jaar bij Vlaag is geweest. Hebben wij wel heel veel steun gevoeld en gehad. En dat je de laatste 5 wedstrijden bijvoorbeeld met meer dan 20.000 mensen in het stadion mag spelen. Dat zegt heel veel. En als je kijkt hoe daarin die band is gegroeid, ondanks ook wat tegenslagen dit jaar, dan moeten wij volgens mij als club alleen maar dankjewel zeggen. En ook daarom kijken we alweer uit naar volgend jaar, omdat wij het gevoel hebben dat we, ondanks dat we dit jaar een aantal zaken niet hebben gehaald, volgend jaar beter voor de dag gaan verschijnen. En het vertrouwen er absoluut is. Ja, en als die wisselwerking wederzijds is, ja, dan kan het aankomend seizoen wel eens een heel mooi seizoen gaan worden.